eindelijk is het kunstpaviljoen van Martin Bril staat er eindelijk. Hoe vind je hem geworden? Ja, ik vind het geweldig. Hij werd neergezet en toen dacht ik, nou, hij staat er alsof hij er altijd al stond. Hij past perfect hier. En hoe ben je op het idee gekomen om dit hier te creëren aan de boulevard hier in Kanaaleiland? In Utrecht doen wij al ruim 60 jaar aan kunst in de openbare ruimte. Dat vinden we heel belangrijk dat gebeurt in de stad. En we doen dat vaak op plekken waar die in ontwikkeling zijn. Nou, in Kanaleneiland gebeurt natuurlijk ontzettend veel. En deze groenstrook langs het Amsterdam-Rijnkanaal is 2 jaar geleden heel mooi opnieuw ingericht. En heel lang geleden bij de bouw van Kanaleneiland heeft er op deze plek ook een paviljoen gestaan met letters. Dat was in 1957. En dat paviljoentje is weer weg, maar er zijn nog wel een aantal bewoners hier die dat nog weten, die dat zich kunnen herinneren. En we hebben toen met bewoners gesproken en gevraagd van waar hebben jullie behoefte aan? Vooral vrouwen hebben behoefte aan een plek om elkaar te ontmoeten en om te kunnen verblijven. En er werd gezegd, er wordt heel veel gebarbecued en waarom hebben wij in Utrecht niet een vaste barbecueplek? Hij is er. Bent u tevreden? Ik ben erg tevreden. Ja, ik vond het heel spannend om hier naartoe te komen. Ik denk van jeetje mina. Ik probeerde al in de brug eroverheen te kijken, maar ik kon niks zien nog. Ik zei van jezus mina, als het maar... Nou, je ontwerpt zoiets en je bedenkt zoiets, maar de uitvoering is altijd nog wel even iets anders. En het idee van Martin Bril kwam echt van u? Nou, er werd me gevraagd om ook een naam te bedenken. En toen dacht ik, ja, dan kan ik het wel paviljoen noemen of weet ik veel wat. Maar ik dacht, ik geef het gewoon een echte naam. En dan overwogen om hier zeg maar de meest voorkomende naam in deze buurt of soort. Maar toen dacht ik, kwam ik op een gegeven moment kwam ik erachter dat Martin Bril hier geboren. En toen dacht ik, god, dat is eigenlijk toch wel een mooi eerbetoon. Aankomende vrijdag worden ook nog de barbecue-tafels allemaal geplaatst. Hè? Waar komen die precies te staan? En die komen achter het kunstpaviljoen te staan. Je ziet ze, als je een beetje door het paviljoen heen kijkt, zie je ze eigenlijk. Het zijn grote betonnen lange tafels. En daarin kun je dus barbecuen. En als je naar de liftlijn kijkt, staat gewoon aanzuigen. Zaterdag is de officiële opening. Wat kunnen we op die dag verwachten? Het begint om 1 uur tot 4 uur. In het paviljoen zelf zijn een aantal literaire optredens, zou je kunnen zeggen. Marikiet, nou, de meeste Kanaleilanders kennen haar natuurlijk wel, de rapster. Die gaat a cappella voor ons 2 keer optreden in het paviljoen. Derek Otte, geweldige woordkunstenaar. Kan ik wel zeggen, die komt optreden, ook in het paviljoen. En Lettervlucht, die gaat portretgedichten maken. Dus je kan je als bezoeker laten portretteren in de vorm van een gedicht.